Jacobsen, knap meegenomen. Jacobsen, nu wel ruimte voor Jacobsen. Terugleggen hier tot bij Barry. Ja, hij maakt hem! Tierno Barry opent de score voor SK Beveren. Geen vrees voor alweer een late gelijkmaker, maar het kan snel keren natuurlijk. Kijken naar... Oh! Oh, wat een heerlijke goal! Everton Lewis geeft hier zijn visitekaartje af bij zijn debuut voor SK Beveren. Wat een heerlijke goal! Bato koppen tot bij Hogas. Hier zit eventueel wat in met een Bokani! Wat een schitterend doelpunt van Dieu merci en Bokani. De 36-jarige Congolese spits mist zijn entree op de vreedhiel voor SK Beveren niet. Te controleren en te trappen. Nou, misschien in één keer moeten durven proberen. Kijken naar Barry ondertussen. En de draaibal, knappe goal! Daar is ze! De tiende van Tierno Barry. En dus bij Deinze niet alleen de terugkeer van Quintero en de Ridder, maar ook van die afwezigen die nu op de bank zitten. Coné, die al lang afwezig was. Koopman deze keer wel raak, jawel. Knappe actie van Sander Koopman. Ismail en Barry. Hij is lang, maar hij speelt bijzonder goed voetbal. Daar is Barry die moet scoren. Goal! Wat een heerlijke actie van Tierno Barry, wie anders? Daar is het Hogas, kappen naar zijn rechter. Nog steeds Hogas. En nu achteruit voor Lucas Ribeiro. Groot hem binnen, wat een geweldige goal van Lucas Ribeiro. Nummer 6 voor de Braziliaan. De laatste minuten reguliere speeltijd. Een goede bal en daar is de goal. Daar is de goal, Beveren staat op 0-1. Het is Alexander Vukotic. Heeft hem mee aan Ribeiro Costa. Everton Lewis is mee. Ook Barry op de rechterkant. Balletje is perfect. Everton Lewis moet scoren. Doet dat ook. Jawel, 4-1. Met Talbi voor zich. Ismail even dolle. Klaarleggen in de tweede lijn. En dan de trap. Oh! Kevin Hogas met een wereldgoal. Schitterend doelpunt.